Is het een biertje aan de overgaan van Derek? Een biertje? Biertje van Derek, een biertje. Een biertje voor de baby of zo? De traditional with smokestack line in. Even in de badkamer zitten, Leo. Ja, met jou. Leo, beetje mint eruit. Beetje mint eruit. Beetje mint eruit. Zie je mint eruit. Ja. Heb je nog iets een beetje? Thank you.
dankjewel. Eind nummer, dan zaten we op. Als ik Winston niet, dan moet hij blijven zitten. Hij is hier vastgebonden op het leugen. Kan mij helemaal niet weg. Dan erg. Yeah.
Dan gaat even wat te drinken halen.
Derek, bedankt. Derek Groen, dus geef hem een applaus. Derek Groen, gitaar. Ja. Ja. Ik zei, die jongens niet op doen. Hey, Iwan. Hey. Ik zie allemaal bekende gisteren. Wat gek eigenlijk, hè? Wie is dat? Wacht even, ik ken je niet van afstand. Oh, Staartje, ja, dan weet ik het meteen al. Ik zal je naam maar niet noemen, want dan krijg je de belasting op je nek. Hey jongens, leuk dat jullie er zijn. Oh, Patricia zit in de hoek. Onze voedingsdeskundige, dus als je wat over eten wil weten, die zit daar in de hoek, die is altijd op tv. En die praat op bij de 5 uur show over wat je wel en wat je niet mag eten. Ik moet toch naar een sessie, want ik ben nog een beetje dik. Dus ik kom bij je, Patrice. Hey, je bent het. Ja, Erik Noske. Hey, dankjewel. Ja, mijn inspirator voor mijn verhalen vertellen. Jan-Erik Noske, dankjewel. Leuk om cadeautjes te krijgen dan. Ja, dat ga ik jou niet vertellen, want het zijn handboeien. Hé, Louis. Verdaling, ja. Wat weet jij wat ik niet weet, joh. Heel leuk. Hey, Donovan, ik ben nog wakker, zie je. Ja, met deze muziek kan je niet in slaap vallen, of wel? Leuk. Hey, is het klaar? Jan is, of Kees is bijna klaar. Bijna klaar, nou, liep bluesmoment, lekker vetten. Het is niet zo dat deze mensen hier per ongeluk staan, hè? Ja, ik zeg vette bluesmoment, en af voor die persoon. Moet je die persoon ook oppakken, Kees? Hey, Suzanne, hey. Leuk dat je bent. Oh, ik zie dat. Oh, ik hou van bedoeltjes. Niet strakjes, hè, maar... ja, het is niet toevallig dat deze mensen hier staan. Ik heb in de afgelopen 15 jaar heb ik met heel veel mensen gespeeld. En deels omdat ik een lastpas ben, post ben. Ik ben heel vervelend. Ik heb altijd te veel te vertellen. Dus dan duurt het meestal niet zo lang als ik in mijn band zit. Maar de meeste van deze mensen zijn en blijven mijn muzikale vrienden. Vandaar dat ze hier vanavond zijn. En dat ze gewoon hele... Ja, dat is helemaal te gek. Ik blijf het zeggen. Nicky Buzz. The man with the longest dread. Ze zijn hier, mijn broer is hier, Steve. Ik zit daar Steve weer in, Steve van Nino. Ja, ik heb broers ook nog, hoor. En ik zie Marlon niet. Ja, die zit wel in zijn tentje. Hey, volgens mij is het klaar. En dan, dit wordt een beetje funky blues, heb ik van Kees begrepen. Dus dat is een beetje een aanloop naar die... En daarna krijgen we ook nog eens reggae. Een beetje vette reggae. En dance. We gaan een beetje R&B en dance muziek doen. Ja, leuk. Straks. Wat lief? Wat, wie? Vipo en de Valstas? Ja, die bestaan niet meer. Die komen niet meer. Is afgelast. Snap je nou. Deze man, die lange man daar. Dat is trouwens Iba-man van Rosse Iba. Van was je haar. Dat is de naam die ik met zang niet gebruik. Het zijn iemand die was je billen. Ja. Ik heb een pietje. Ik geloof dat. Oké, nou, Kees is klaar. Zie ik nog meer bekenden? Oh, Henry Schutter. Een man met een mooi lijf. Ja. Ja, nee, gespierd lijf. Frankie Tom zit in de hoek hier zo, stiekem. Maar hij kan funken als de beste op zijn gitaar. Leuk. Mijn zusje Wilson is er al. Zit er, Erik. Leuk. Nou, we gaan Kees is klaar. Ik hou mijn kop even in. Thank you.
Ik neem een paar pedalen mee, je weet hoe het gaat. Ik wou beginnen met een vrij snelle T-Bone Walker. Thank you.
Nou weet je waarom die King Size heet. Ja, yeah, man. Bluesvrienden. Ja, het was een vet blok. Ik zei het je toch? Het werd steeds heftiger. Dit was een vet. We gaan nu vonken. Vonken. Frank Tom. Frankie die heeft mij. Ja. Frankie die heeft mij op een gegeven moment. Ik denk dat jij. 12 geleden heeft hij mij op een gegeven moment gevraagd om in zijn bandje te komen. Ik weet niet eens wat de toedracht was, maar ik begon ineens met hem te spelen. En ja, ik heb daar een beetje leren waarderen wat oude funk was. Dat wist ik toen niet. Ik hoorde het wel van mijn broers en zo, maar verder wist ik er niks van. En nu, ik denk dat ik weet niet hoe lang, ik heb iets van 10 jaar niet met hem gespeeld. Trouwens, dit is allemaal niet gerepeteerd. Hè? Dit staat gewoon hier op dit moment te doen wat het doet. Hey! Dus, maar dat zijn rasmuzikanten die doen dat gewoon. Die schudden het gewoon uit hun mouw. Jan den Boer, bedankt. Dat is te gek. Dus, dit is trouwens ook een reunie voor mij, hè. Een spirituele reunie met heel veel van mijn makkers. En dat is allemaal goed gekomen. Jan is daar één van, Kees is daar één van. We hebben heel veel gedaan samen, heel veel lol gehad. En, hey Velter, met je lange nek. Gozer, doe je? Hey man, je bent kaal man. Doe je, gozer? Oké, we gaan nu funken. Nou, je moet wel een beetje dansen, want... kijk, Alexandra. Oh, dat is Alexandra trouwens. Zij heeft tot nu toe al mijn foto's gemaakt. Dus als jullie mijn foto's mooi vinden, dan is het haar schuld. Alexandra van Burg. Deze kijk heb ik nog niet op gezien. Maar doe mijn best, je nodig. Ik vind het wel een hele korte. Als je nog... Jullie weten dat ik een ander verhaal vertel, of niet? Nou, dat doe ik op school en in theater, dus als je me nog nodig hebt, bel me gewoon. Mijn manager is hier in de buurt, is Alec Martel. Jullie weten dat Anansi is een spin. Moet je wel je kop houden, anders kan ik niet vertellen. Stil. Oké, zie je dat? Zie je. Dan kan ik vertellen, als het stil is. Stil! Ik ga jullie hele korte vertellen. Jullie weten dat Anansi een hele slimme spin is, of niet? Uit Afrika komt er vandaan. Nou. Maar Anansi was in Nederland. Dat wisten jullie niet. Nee? Anansi was in Nederland. Ik geloof dat het op een maandagochtend was. 5:00 ochtends. 5:00 in Den Haag. Hij zat in een koffiehuis. En wat doe je in een koffiehuis? Blomen. Koffie drinken, ja, heel goed. Anansi zat in een koffiehuis om 5:00 ochtends koffie te drinken. En hij las een ochtendblad. En wat leest hij in Den Haag? Volkskrant. Volkskrant. En hij leest de Volkskrant en hij bladert 5:00 ochtends. En hij komt bij de advertenties. En hij ziet een advertentie staan. Medereiziger gevraagd voor een reis naar Spanje.
hey, dat is toch shit weer hier. Dus daar ga ik op af. Dus hij stapt op het adres af en komt in de buurt van, ik geloof dat het de Witstraat is. En hij belt op 3 hoog, belt hij aan. Ding dong. Maar dat wordt niet open gedaan. Dus hij belt nog een keer. Ding dong. Staat er boven aan de trap een gigantische vrachtwagenchauffeur. Die trekt dan aan het touwtje en de deur gaat open. En die zegt, hé, hey, wat is er? En dan zegt, excuseer meneer, ik wil weten, bent u degene van die advertentie in de Volkskrant van medereiziger gevraagd voor een reis naar Spanje? Ja, dat ben ik, maar hoezo, wat moet je man, het is 5:00 AM, je haalt met mijn bed. Ja, nee, ik wilde weten of u diegene bent. Ja, dat ben ik, wat moet je mee of zo? Nee, laat maar, ik kwam alleen maar zeggen, op mij hoeft u niet te rekenen. Oké. Okay. Ja, dan verdien ik mijn brood mee, daarom kan ik dit niet doen. Hey, we gaan, ze zijn bijna klaar. Heel veel gitaristen en bassisten. Nou, dit hebben we 10 jaar geleden gedaan en ik weet niet wat het wordt. Dus als het niks